Deovisio Zevenhuijgen. Heb je al in je broekzakje gekeken? Nee, ik speelde een goede wedstrijd, vond ik wel verdedigend op zich. Stond ik mijn mannetje. Maar uiteindelijk hebben we toch geen punt gepakt, dus dat is gewoon het vervelendste wat er is. Dat kun je zeggen, hè, de punten. Maar als je kijkt naar je eigen spel, Oussama Idrissi, normaal gesproken een van de gevaarlijkste mensen bij AZ. Je had hem in je broekzakje vanavond. Ja, zoals ik al zei, ik deed mijn ding verdedigend. Maar toch, het geeft me toch niet echt zo'n goed gevoel. Want je wilt gewoon punten pakken. En dat hebben we ook gewoon nodig. En dat hebben we niet gedaan. En het was wel jammer. Want we geven weg uit de spellenvatting. Dat voelt nog erger aan. Ja, dus ja. Ik vind het gewoon heel jammer. Ja, maar als je dan kijkt naar zo'n Oussama Idrissi, hoe bereid jij je voor op zo'n speler? Nee, zoals gewoon op elke buitenspeler. Ik weet dat hij een hele goede speler is. Maar ik weet ook wel dat de buitenspelers meestal lastig met me hebben. Dus ik doe altijd gewoon mijn ding. En dan komt het meestal wel goed. Eerste helft, even terugkijken erop. Twee grote kansen van AZ. Jullie één grote kans. Ja, de verdediging stond aan beide kanten gewoon goed. Ja, wij staan sowieso verdedigend goed. Dus we geven sowieso ook weinig goals weg. Maar ja, dan nu moeten we de kans creëren. Doan heeft een goede kans gehad. En jammer genoeg gaat hij niet in. Maar zij hadden ook wel inderdaad gewoon een grote kansen. Dus ja, dus uiteindelijk eerste helft stonden we wel gewoon goed. En uiteindelijk geven we het wel gewoon dom weg. Had je aanvallen in de eerste helft misschien nog iets meer kunnen brengen? Ik kwam één keer ook echt goed door. Maar toen kreeg ik de bal jammer genoeg niet. Maar het was gewoon ook een lastige wedstrijd. Want ik kon wel meer brengen, maar we voetballen niet. Dus ik kon niet in een situatie komen. Dus dat was gewoon lastig. En we bedoelen ook het hele team. Had je dan aanvallen misschien in de eerste helft iets meer kunnen doen? Ja, dat kan altijd wel. Maar ze zetten ons heel goed onder druk, waardoor we niet verder kunnen voetballen. Dus dat is ook wel de verdienste aan AZ. Ja, maar jullie hadden de druk terug goed op staan bij jou. Dat zeker wel. Maar dat is eigenlijk meer op onze eigen helft. Toen kwamen ze niet door. Maar zij zetten juist heel erg hoog druk op onze eigen helft. Dus daardoor konden we ook moeilijker voetballen. Zij zijn bekend als een voetballende ploeg. Jullie stonden heel compact. Ja, daar hebben zo'n ploeg het heel moeilijk mee dan, hè? Ja, klopt. Kijk, ze hadden wel balbezit, maar dat was vooral op hun eigen helft. Dus dat mogen ze hem ook hebben. Maar zoals u al zei, we stonden goed. Ja, dus daar konden ze niet doorheen. Wat gebeurde er bij die tegengoal, bij de 1-0? Ja, hij werd gewoon ingekopt. En ik moet hem nog opnieuw bekijken. Ik heb het niet goed gezien, dus ik ga niet zo mijn dingen zeggen. Nee, maar dan mag je de beste kopper van AZ eigenlijk zo vrij laten staan. Dat mag gewoon niet gebeuren. Dat is gewoon een dekkingsfout, toch? Als u het zegt. Maar ja, dus dan moeten we nog terugkijken. En we gaan het er sowieso over hebben. Het is gewoon jammer genoeg dat het is gebeurd. Maar ja, ik ga niet met iemand de schuld geven. Zo. Het is gewoon als team zijn, dan moeten we gewoon goed staan. Dat bedoel ik ook. Eén van jullie team die doet het gewoon niet goed. Of het hele team doet het gewoon niet goed. Ja, nee, het is als team zijn, hebben we het gewoon niet goed gedaan. Direct na de 1-0, een hele grote kans van Elan Koury en Mahi. De kans op 1-1. Was dat misschien te veel geweest of hadden jullie wel recht op een punt, denk je? Nee, het was niet te veel geweest. Als ik gewoon kijk, dan vind ik gewoon dat we gewoon... Natuurlijk was AZ misschien wel ietsje beter. Maar dat betekent niet dat wij geen punten hadden kunnen pakken. Dus als die mocht ook gewoon ingaan, dan was het gewoon verdiend voor mij geweest. Dus toch met een kato de bus in? Ja, toch wel. En dan een zware week nog voor de boeg met twee wedstrijden? Ja, maar we gaan 6 punten pakken daaruit. Dat hou ik, ja. Zeker.